We zijn in de Ten Holtweg 10 te Gassel. Voor de meesten in Gassel bekend als de locatie van voetbalvereniging Gassel. In de kantine spreken we met voedingsdeskundige Gemmy Ramakers. Wij zijn genomineerd om zilveren gezonde sportkantine. Ja. Dat word je niet zomaar, daar heb je natuurlijk wat voor moeten doen. Nee, we hadden ook gefocust op de bronzen certificaat, maar het is toch, we zijn zo goed bezig en nou is het zilver geworden. Ja. Hoe krijg je een zilveren certificaat voor een gezonde sportkantine? Door de mensen gezonde keuzes dat die er zijn. Hè? We hadden eerst een kantine en die hadden witte broodjes met frikandel en kroket. En er was bier en er was limonade, geen water. En nu zijn we overgestapt, we zijn begonnen met water, waterkannen. We zijn, wat hebben we nog meer gedaan? De gezonde broodjes, dus bruine broodjes met gezond beleg. We hebben de witte tosti verbannen, de witte fabriekstosti verbannen. En dat is nu een bruine tosti geworden met kaas en ham. En niet te overdreven beleg. En er ligt heel veel te knabbelen, hè? En er ligt heel veel te knabbelen, ja. We hebben de pinda's verbannen. Donderdags na de training was hier altijd gezellig bij elkaar zitten. En dan kwamen de pinda's op tafel. Nou, die hebben we verbannen. En dat zijn nu de knabbels geworden. Bij deze voetbalclub heb je altijd van die typische kartrekkers. Eén daarvan is Cor van Boekel. We vroegen aan hem of de leden enthousiast zijn geworden over dit initiatief. Echt waar. Echt, als... ja, hoe zie je dat dan? Nou, als ik ben iedere donderdagavond hier, want ik snij iedere donderdagavond die groente. En als het er niet staat, dan zeggen ze, wat blijft er nou? Ja, dus, nee, dus echt. En het gaat ook ram op. En hoe is dit project nu eigenlijk ontstaan? Ik ben een beetje geïnspireerd geraakt door een bijeenkomst bij de gemeente. En daar ben ik samen met Demi Verheugen geweest. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van, god, misschien kunnen we daar iets mee. Misschien kunnen we inderdaad de kantine, dat er wat meer gezondere keuze is. Kijk, we hoeven niks weg te doen, maar wel dat er een gezonde keus is. Ik heb zojuist gehoord dat het een mooi traject is geweest om dit voor elkaar te krijgen. Maar dan moet er ook iets geregeld worden, want volgens mij heb je de sponsors binnengehaald, of niet? Ja, dat klopt. Financieel is het best een hele opdracht voor de club. We hebben ook niet zo alles te makken. En we hadden een jaar gedraaid, denk ik, half jaar. En toen zei ze, ja, maar let wel een beetje op de centen, want de omzet loopt terug. We hebben nog wat omzetderving. En toen ben ik op pad gegaan en heb ik dus onder andere Rodney van Albert Heijn. En dus echt een prettige partner. Ja, en, maar ook de anderen, de eierboer, de appelenboer en de bakker, Mongraat. En op die manier redden we het. Wethouder Joosten, waarom bent u hier bij de voetbalclub in Gassel? Vanwege het heugelijke feit dat de VVV Gassel, voetbalvereniging Gassel, het zilveren certificaat krijgt voor een gezonde sportkantine. Dit is een unieke prestatie. De tweede volgens mij in Noord-Brabant. De eerste in Noordoost-Brabant. Dus gewoon geweldig. Daar mogen we trots op zijn. Wat een prestatie, voorzitter van Boekel. Ja, absoluut. We zijn er ook enorm trots op. Het is vandaag een heugelijke dag waarop we een mooi certificaat in ontvangst kunnen nemen. En we hebben het met een hele mooie commissie en met behulp van sponsoren en de ondersteuning van de gemeente Graven hebben we het kunnen bewerkstelligen met z'n allen. Was het moeilijk? Het is natuurlijk een proces geweest. We zijn er 2 jaar mee bezig geweest. In het begin was er wel wat weerstand. Je hebt natuurlijk te maken met de pinda's die niet meer op de bar staan. Nou, die worden vervangen door worteltjes en door komkommers. Maar langzamerhand komt er besef en komt er acceptatie. En nu is het ik zou bijna zeggen een way of life geworden. En hoe is het bij jou thuis dan? Ook geen pinda's meer? Af en toe gaat er nog steeds een pindaatje doorheen. Maar we proberen met z'n allen een beetje een bijdrage te leveren aan gezond leven. Het is een goed voorbeeld, Rodney, voor andere sportclubs wat hier gebeurt. Vind je dat nog meer gestimuleerd moet worden? Dat denk ik wel. Kijk, je hebt A, je valt
Even, sowieso het bewegen zelf, dat vind ik sowieso heel belangrijk dat dat gebeurt en dat het gestimuleerd wordt. Er gebeurt nog links-rechts nog te weinig, vind ik. En daarnaast dan heb je ook goede voeding en bewust bezig zijn dus met hetgeen wat je doet. En als ik de andere kantines zie in de hele regio, ja, dan zie je dat er heel veel plaatsen gewoon onvoldoende belicht wordt. Maar wat ik wel heel mooi vind hier is dat ze ook dit volharden. Hè. Even zouden vast aan de patroon. En de eerste keer dan is het allemaal de konijnen voeren, hoeven we niet. Dat is zeg maar gewoon de reactie van mensen. Op een gegeven moment is vasthouden en dan komt dat vanzelf wel erin en begrijpen ze het ook wel. En er zijn genoeg voorbeelden waarin kantines inderdaad gewoon aangeven, nou, die dat 2-3 keer proberen. En dan zeggen ze, ja, dat hoeven ze bij ons niet. En dan stoppen ze ermee. Ja, dat is gewoon zonde. Heel mooi voorbeeld. Wethouder, u bent ook bezig met een sportakkoord. Zou dat een onderdeel kunnen zijn, ook voor de andere clubs te inspireren? Ik denk dat wat hier nu in Gassel is gebeurd, dat het een voorbeeld kan zijn voor alle sportverenigingen. Uiteindelijk doen we sporten om gezond te blijven. En er hoort een gezond assortiment in de kantine ook bij. Jullie hebben er alles aan gedaan om dit binnen te mogen halen. En ik ben blij dat ik erbij mag zijn bij de uitreiking. Ik was hier in augustus vorig jaar en toen was er al heel veel veranderd. Het ging om die laatste kleine details die nog gedaan moesten worden. Daar hebben we toch nog wel een paar maanden over gedaan en elke keer ging ik dan weer bellen. Heb je dit? Heb je dat? Heb je zus? Heb je zo? Ja, 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 zeiden ze dan. Dus stiekem samen met Gemmy en twee dames van de commissie hebben het in ieder geval zo neergezet en zo allemaal gedaan zoals het hoort. Zoals het voedingscentrum het ook graag wil zien. En daar is uitgekomen zilver. Als eerste hier in Land van Kuik. Ja. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Missie geslaagd. Absoluut. En ik denk ook dat we ermee door kunnen gaan. He, dus hier is het gewoon ingeburgerd. En ik vind, dat heb ik ook ervaren, de mens is een gewoontedier. En dus iedereen is eraan gewend. En ik ben ervan overtuigd dat er ook, want we hebben heel veel jonge vaders, dat die thuis ook zeggen van verdorie, doe maar wat groente in plaats van die pinda's of chips. En daar denk ik dus dat de winst moet zitten. Gefeliciteerd met het zilveren certificaat. Dankjewel, daar ben ik ook heel en heel trots op. Dankjewel.